Robin van Hulle, je bent nieuw hier op FC Dender. Kan je je even voorstellen aan onze supporters? Ja, natuurlijk. Ik ben Jorben van Hulle. Ik ben een aanvaller die ook op aanvallend middenvelder kan spelen. Mijn sterke punten zijn van mijn traptechniek en mijn snelheid. Ik heb hier getekend voor 2 seizoenen. Ik ben blij dat ik hier ben. Je komt van waar? Waar heb je je opleiding gehad? Wanneer ben je beginnen voetballen? Bij welke club? Ik ben begonnen spelen bij Cercle Brugge. Ik heb daar 7 seizoenen gespeeld in de jeugd. Dan heb ik de overstap gemaakt naar Club Brugge. Daar heb ik 3 seizoenen gespeeld. Dan uiteindelijk naar Oostende vertrokken. En daar heb ik 3 seizoenen ook gespeeld, waaronder 1 seizoen bij de A-kern. Dus vorig seizoen zat je in Oostende? Ja, zat ik in Oostende. Dat was bij de A-kern dat ik mee mocht trainen. Ja. En hoe ben je dan uiteindelijk van Oostende in Dender beland? Want uiteindelijk is dat niet bij de deur. Nee, dat is niet bij de deur, maar het is een ploeg met ambitie. Het plan dat ze hier hebben vind ik mooi en dat trok mij zeer aan. Ja, je hebt is via de coach Reggie van Akker hier terechtgekomen? Ja, via Reggie. Ik heb met Reggie een gesprek gehad en dat verliep vlot. Zo zijn we hier terechtgekomen. Dus jouw sterke positie is aanvallende middenvelder of spits? Ja. Diepe spits, of flankspeler? Juist achter de spits speel ik het liefst. Dat is mijn beste positie eigenlijk. Ja, je bent nu al een paar weken hier aan het trainen, een aantal oefenwedstrijden gespeeld. Hoe is dat tot nu toe meegevallen? De groep neemt mij goed op. We hebben een hele leuke, toffe groep. Het wordt veel getraind en hard getraind. En zo moet het ook. Ik ben blij dat ik hier ben. We moeten match per match kijken en zien hoe ver we geraken in de competitie. Oké, vandaag hebben we jou al bepaalde dingen heel, heel goed zien doen. Dus we hopen dat je dat nog meerdere keren kan herhalen. Bedankt voor dit korte interview, Jorben van Hulle. En nog veel succes bij Dender. Graag gedaan en tot de volgende.